De treffers en TEC beiden beland op een plek die na competitie betekent. Er staat dus veel op het spel. De messen zijn geslepen. En dat onderstreept Misidjan hier nog maar een keer. Na 1 minuut een schandalige tackle, slechts bestraft met geel. En daar komt Misidjan goed weg. Scheidsrechter Bronsvoort spaart hem. Want hij torpedeert hier letterlijk de enkels van Bart Westerlaken. Het is het startsein van een enerverende derby waarin TEC in de eerste helft het heft in handen neemt. Ze krijgen de beste kansen en komen op voorsprong door Koch. Hij met de 0-1 nadat doelman Cornelis die voorzet compleet verkeerd inschat. En dan is het voor Koch een koud kunstje. Hij ziet er dus slecht uit. TEC, zoals gezegd, de betere ploeg. Hier is Cornelis wel belangrijk. Keert die inzet van Wimilio Vink naar die snel genomen vrije trap. De corner, ook getrapt door Vink. En die belandt nog. Weer zit Cornelis niet goed uit op de lat. TEC dus de betere van de twee. Dat is toch wel opvallend. Gezien de ambities van de treffers. De Bond, die haalt een keer lekker uit. En ook hij raakt de lat. Boven doelman Van der Sman, zo gebeurt er veel. Op Zuid is de stand nog altijd 0-1. Je ziet hier Vink. De bal wordt klaargelegd voor Koch. Die is handig in de kleine ruimte en frommelt hem langs Cornelis. En maakt zo voor het eerst dit seizoen 2 doelpunten in 1 wedstrijd. Maar belangrijker, hij schiet TEC op 2-0. Een zeer riante voorsprong dus halverwege voor TEC. 2 keer Koch dus. En hij komt ook dicht bij zijn derde. De controle is goed. Hij draait, hij schiet. En de redding nu van Cornelis is precies afdoende. De gevaarlijkste man van de bezoekers, Serhat Koch. De treffers heeft aanvallend gewisseld. Resulteert vooralsnog niet echt in grote kansen. TEC houdt vrij makkelijk stand. Maatsdorf kan zo een voorzet geven. Bal weggewerkt. Er staat nog Jansen. En die neemt hem even lekker op de pantoffel. Formidabel doelpunt. En aan zijn reactie te zien gelooft de treffers nog in een beter resultaat. Een heerlijke goal. Van der Sman kansloos. En de hoop dus weer terug bij de treffers. Maatsdorf komt vrij en die loopt hem perfect binnen voor de 2-2. En wat geeft TEC het dan weg? Er was niet heel veel aan de hand, maar binnen mum van tijd 2 doelpunten. Wel een knappe overigens van Maatsdorf. En het staat weer gelijk. Onvrede ook bij Gerry Vink. Zitten er nog meer in het vat voor de treffers? Ze hebben het momentum. Maar kunnen ze dat ook omzetten in een doelpunt? Jansen. Ja, die kan lekker uithalen. Jansen en Van der Sman nu wel. En dus blijft het tussen de treffers en TEC 2-2. Een terecht resultaat waar de treffers gezien het scoreverloop het meest blij mag zijn.